Het peloton met meer dan 150 rensters wordt op gang geschoten op de Kuipersdijk in Serenhoek voor de 27e EPZ-omloop van Borselen voor dameselite. Vijf ronden van 24 kilometer door de zak van Zuid-Beveland staan er op het programma. Totale afstand 120 kilometer. En de wedstrijd breekt binnen 10 kilometer open. Op de dijkjes staat toch behoorlijk wat wind en dat zorgt meteen voor verschillende breuken in het peloton. Een langgerekt lint met verschillende gaten. En dat komt omdat de Cervelo-ploeg het tempo bepaalt. Het team heeft Kirsten Wild in de gelederen, die de afgelopen twee edities won. Ook de Britse Nicole Cook zit mee vooraan in de eerste groep, die 17 rensters groot is. De Nederlands kampioene Marianne Vos, de grote favoriete, ook zij is mee. En dan komen we de eerste Zeeuwse tegen, maar wel achteraan. Ploeggenoten van Vos, Agnita Franke uit Koudekerken. Ze is ten val gekomen. Ze zat goed mee vooraan, tot ze tegen de grond ging. En Franke zal de wedstrijd uiteindelijk niet uitrijden. Dit zijn de 17 koplopers weer, met dus 5 Cervelo-rensters. Er zitten er 3 bij van de Britse selectie, met kopvrouw Cook dus. Ook 3 van Nederland Bloeit, met Vos. 2 vrouwen van HTC Columbia. En ook mee is Rochelle Gilmore, de Australische van Lotto. Hier gaat ze, in het donkere shirt. En zij werd achter Kirsten Wild tweede in de eerste topcompetitiewedstrijd, de Ronde van Gelderland. Het verschil tussen de kop en de achtervolger schommelt in de eerste ronde rond de halve minuut. En in de achtervolging zijn het de dames van het team Leonteam.nl en het team Merida die de groep aanvoeren. Er zitten geen Zeeuwen vooraan. Deze Birgit Lavrijsen uit Capelle van Redsun met het rugnummer 10 zit in de tweede groep. En bij haar in die groep ook haar plaatsgenote Anne Eversdijk hier in het groen-wit-zwart. En in haar wiel de enige renster van het Zeeuwse team Rabo Lady Force. In de groep van ongeveer 60 rensters, Boukje Doudé uit Driewegen. De achterstand van de overige dames is dan al opgelopen tot meer dan anderhalve minuut. En vooraan nog 16 koplopers, omdat de Britse Lucy Martin met een lekke band wegvalt vooraan. Eén vrouw is dan ongeveer halverwege de koers weggesprongen uit de achtervolgende groep. Het verschil is 50 seconden geweest, maar dan weer teruggelopen tot inmiddels 20 tellen. En dan denkt Judith Arndt van HTC Columbia, ik ga de oversteek maken van groep 2 naar de kopgroep. De 33-jarige Duitse werd wereldkampioen in 2004. Ze moeten flink voor werken, maar bij het uitrijden van Nisse, vlak voor de derde doorkomst, sluit ze aan en hebben we weer 17 koplopers. En het worden er vrijwel meteen 16, omdat Cervelo-renster Claudia Hausler haar vele werk van de beginfase moet bekopen en lost uit de kopgroep. Het verschil met de grote groep is inmiddels meer dan een minuut en dus zit de winnares vooraan. En het wordt vooraan onrustig. Hier probeert Marianne Vos uit Babyloniënbroek in haar Nederlandse kampioenstrui weg te komen met Sarah Duster van Cervelo. Vos, wereldkampioene op de weg, de baan en in het veld, won in Serenhoek in 2005, 6 en 7. En de aanvallen volgen elkaar vooraan in snel tempo op. 4 dames weten uiteindelijk echt weg te komen. Nog 20 kilometer te rijden. Cervelo heeft de Duitse Charlotte Becker mee. Voor haar Nicole Cook, in 2008 Olympisch en wereldkampioene. Van HTC is Ellen van Dijk erbij. En voor Nederland Bloeit, de ploeggenote van Vos, de Belgische Lisbeth de Vocht. De 4 krijgen de ruimte van de andere 12 en nemen in de laatste ronde een voorsprong van zo'n 40 seconden. Cook is de dame met de grootste erelijst vooraan en wil niet op de sprint gokken. Nog zo'n 5 kilometer zijn er te rijden als de Britse kampioene er vandoor gaat, maar ze zal uiteindelijk niet wegkomen. En ook daarachter komen ze dan toch vrij snel dichter. Het verschil is nog maar 20 seconden. En in de laatste 2 kilometer gaan de koplopers dan naar elkaar zitten kijken. En dan is het natuurlijk gedaan. De 12 komen terug en die groep gaat sprinten op de Kuipersdijk. En de overwinning gaat naar Kirsten Wild, die voor de derde keer op rij wint in Serenhoek. Voor 2 Australische dames, Rochelle Gilmore en Kitsie Brown. Vos wordt vierde.
Het peloton sprint dan voor de 17e plaats. Beste Zeeuwse wordt Anne Eversdijk uit Capelle op plek 21. En dan hebben we exact hetzelfde podium als bij de eerste topcompetitiewedstrijd in Gelderland. Met winnares Wild en daarnaast Gilmore en Brown. En Wild krijgt na twee zegens ook de roze leiderstrui in de topcompetitie. Het was echt een super zware koers. We hadden bedacht dat we vanaf het begin op de kans zouden zetten. En volgens mij zaten we eerst met z'n zessen erbij. Maar ja, wie aan zich moet ook bezig. Dus we moesten wel door. En, ja, ik ben heel blij dat ik het heb afgemaakt. De meiden hebben zo hard gewerkt. Dan rijden die vier weg, op de laatste ploeggenoten van je erbij. Maar goed, uiteindelijk komen jullie daar nog overheen. Ja, op zich was het wel een mooie situatie dat ze weg was. Want we hebben wel vertrouwen in Charlotte, want die is ook heel snel. Ja, het kwam een beetje zo dat we eigenlijk gewoon weer terugkwamen. Ja. Ja. Hoe belangrijk is omloop Borselen als wedstrijd voor je? Nou, ik vind het gewoon een leuke wedstrijd en het is al een paar jaar heel goed gedaan. En ik hou wel van die dijkjes, wind en open weggetjes, dus ik vind het wel een mooie wedstrijd.